Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Goed. Ga weer, hè? Hey, doei, tot vanavond. Ik weet niet. Oh! 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 Zo! Goedemorgen! Wij gaan naar de Tina shoot. En hiervoor hebben wij een shoot voor 2 covers. Dus dat is super leuk. We moesten vintage kleding meenemen. En Sofie is aan het rijden, want we zijn onderweg naar Barendrecht. Ja, Barendrecht. En ik heb hier mijn ontbijt soort van half meegenomen, want daar had ik natuurlijk weer geen tijd voor gemaakt. Ik heb alleen appel. En ik heb koekjes meegenomen voor ons. Wat ben jij geweldig! Ja, ik zag hem liggen en ik dacht, thanks dude. Die kan ik nog niet skippen, hey! You don't like that. Yeah, I know that. Het is maar 18 minuten rijden, dus daar ben ik echt heel blij mee. Stel je voor dat we weer in Amsterdam hadden. Maar 18 minuten? Ja, we zijn er echt heel snel. Wat is er net gebeurd? Ik heb dus verkeerd ingediept. Wij zaten net helemaal blij. Oh ja, het is maar 18 minuten rijden. We moesten toch naar Rotterdam. We kwamen echt in de middel of een woonwijk. Ik vind het echt niet. Sorry, Maxime. Ja, het is oké. Ik vergeef je deze ene keer. Oh. Maar ik heb dit al het gebeurt gelukkig nooit. We waren vertrokken rond half. Dus toen zei hij 10 minuutjes later. Dus dat valt nog mee. We hebben erg meegemaakt in het leven. Ik baal hier echt van. Ik was zo blij dat het in Barendrecht was. Yes, lekker dichtbij. Is het gewoon in Rotterdam, maar gewoon dezelfde straat en hetzelfde huisnummer. Maar we wisten wel gewoon dat het Rotterdam was. Ja. Ik begreep ook niet helemaal hoe je op Barendrecht kwam. Dat stond toch wel. Dat was het eerste best wat ik zag. En toen dacht ik, oh. We're there! We zijn weer in een woonwijk beland, maar dit ziet er wel beter uit. We zijn nu gewoon bij een soort van fotostudio. Fotostudio, dus dit is al een stuk beter dan Barendrecht. Ja, volgens mij, we zijn sowieso zijn we goed. Dus laten we naar binnen gaan, want we zijn al om 10 minuten te laat. Oh, ik ben even aan het omkleden. dit wordt mijn eerste outfit. Met nog een jas, maar die wordt gestreken nu. Die van mij wordt deze. Dat is een soort kortjesstokje met een flare look. Gewoon heel cute. Echt de vintage stijl. Zit ze goed? Nee. Veel te klein. Ik ga ze even uitdoen, maar ik kan er in ieder geval in. Ja. Ik vind haar huis dus echt heel cool waar we zijn. We hebben weer een nieuwe aan. Ik heb nu een groen topje aan en een bruine broek. Oh, mijn kaartje hangt. Oh, dat zit vast. Maar de onderkant is kort flared en jouw outfit. Ik heb een strak, heel strak topje hieronder aan. Dat kon eerst eigenlijk niet, dus hebben we deze eroverheen gedaan. En deze mooie, prachtige broek met aardsfiguren. Dit is je beste outfit. A little bit cute. But still like cool. Retro. Daar zitten we dan weer. Terug in de auto. Hoe laat is het eigenlijk? Het is half drie. Nee, half drie volgens mij. Ja, het is volgens mij half drie nu. Yes. En we zijn klaar. Wat vond je van de shoot? Ja, ik vond het echt super leuk. Ik ook. Ik vond het echt heel erg creatief en heel erg kleurrijk en daar hou ik wel van. Ja, heel vrolijk ook. Het thema was natuurlijk vintage, dus we hadden best wel vrolijke vintage looks hadden we aan. Zelf trouwens hadden we echt
dit soort vintage dingen meegenomen. Wij dachten gewoon echt super vintage, weet je wel. Ja, dat was dus niet helemaal de vibe van de shoot. Het was meer dat hippie-achtige, weet je wel. Ja, klopt. Ik ben wel echt heel erg benieuwd. En ik ben moe. Ik ben ook moe. Ik ben echt moe naar shoot altijd. Dat betekent niet dat we natuurlijk binnenkort in de Tina komen te staan. Twee Woehoe! Keer. Ik weet niet... Oh! 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 Oprecht, ik kom echt bijna een duif tegen het ruit aan. Wat is dit nou weer? Waar gaan we heen? We moeten toch weer zo af, toch? Ja. Dit is... Nee, je moet gewoon daar mee. Je was al af. Wat is dit? Oké, Sophie heeft dus net de verkeerde afslag gepakt. Oh, zo, ik moest er de eerste af. Hoe? We hadden afgesproken. Dit is een bouwterrein. Ja, maar dit was de eerste afslag. Dit is helemaal goed. Ik weet wat ik doe. Dit is echt wel iets wat wij weer meemaken. We hebben iedere keer dat wij ergens heen moeten. We rijden altijd verkeerd. Ik zit ook altijd achter het stuur. Dat is altijd toevallig dat het gebeurt. En... Jezus. Verkoud. Ja, Jezus. Maat, taalgebruik. Zo. Sorry hoor. Nou, wat is er nou voorbij? Dus kijk snel. Hier, film er. Dit mens. Wat gebeurt hier? Ik ga hem nu nog inhalen. Ik ga gelijk naar de linkerbaan. Want ik vind het allemaal niet op. Waar gaan we heen? Dat ik het. Wij doen dit eigenlijk nooit. Echt nooit. Echt nooit. Maar we hebben geen middageten op. En ik zei tegen Maxime. Ik heb zin in kip20. Maar ik heb er ook echt precies nu zin in. Terwijl ik al die keer bij McDonald's heb ik dus de kip20 overgeslagen. We gaan gewoon lekker luxe in het restaurant zitten. In het vijfsterrenrestaurant De Mac. Hier heb je hem dan hoor. De grote M. Ja, en daar gaan we zeker heen. McDonald's, als je nog een sponsor zoekt. We zijn hier. We zijn ook niet echt zo'n McDonald's fan. De McFlurry. Die kan er elke dag in hoor. Hou op. Ga echt daar staan. Ja. Dat we gewoon naar binnen kunnen kruipen. Ja. Wow! Kan je één keer in je leven normaal rijden? Nee. Oké. Ja. Yeah. De bestelling is compleet. De kipnuggets komen eraan. Waar gaan we zitten? Zullen we de crispy fries gaan zitten? Ja. Helemaal sterk. Helemaal gaaf. Mondkapje mag af. Oh ja. Oh. Een verademing van mijn leven. Hoe is het met je lip nu? Ja, ik heb net een spul opgedaan. Maar volgens mij is het wel iets beter, toch? Ja. Tenminste, waarschijnlijk ook omdat ik het net heb ingesmeerd. Is het nu al in mijn mond? Like some chicken and some dips. And then you like... Dus, wat vind je tot nu toe van me? Nou, zover vind ik de date eigenlijk best wel goed gaan. Ik ook. Als je betaalt dan in ieder geval. Dan vind ik het wel chill. Oh, jij verwacht dat ik ga betalen. Wat? Ja, dan kan je maar aan gaan kijken. Maar dit ga ik niet betalen hoor. Is het niet op McDonald's dat je van tevoren moet betalen? McDonald's? Moet je dat van tevoren betalen? Ja. Stel je voor, je moest achteraf betalen bij de McDonald's. Dat zou zo fout gaan. We hebben het lekker bij de McDonald's gesmikkeld. En nu zijn we onderweg naar huis. En nu is het afwachten op de Tina. Ja, hopelijk liggen we binnenkort in de schappen. Ik ben heel benieuwd. Yeah! Daar is hij dan. Hij is eindelijk binnen. Kijk wat net is binnengekomen. Het duurde even. Maar dan heb je ook wat. De... Tina! Woehoe! Zo leuk. Alleen... onze namen staan verkeerd. Ze zijn niet de eerste die fout hebben gemaakt. Volgens mij maakt iedereen die fout. Kijk, hier bij mij staat Maxime. Bij jou staat Sophie. We gaan natuurlijk niet alles laten zien. Als je wilt lezen, moet je hem even zelf kopen. Bedankt voor het kijken naar deze Tina-vlog. Vond jij deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. Doei doei!